zich soms minder moeien. Als ik mij moei, dan wordt ze wel boos. Mama, ik denk dat ik het best kook. Ja, ik heb jou gezegd. Ik denk dat Anouk zich het snelst kwaad maakt. Ik ben lief, maar ik ben ook wel snel kwaad. Ja. Ik. Nee? Nu wel, ja. De scheiding met mijn vader, dat was toch wel heel zwaar. Voor haar, en allee, zeker voor haar, maar voor de kinderen ook wel. De scheiding. In onze relatie, denk ik, vooral onze kinderen. Die drie kinderen, dat is toch een beproeving. Je moet er leren van genieten. Ja. Ik heb nu drie dochters en ik vind dat fantastisch. Je hebt er drie gekregen. Ik denk dat er misschien ook wel eens een zoon nog tussen zit. Als je volwassen dochters hebt, denk ik dat dat toch nog plezieriger is dan volwassen zoons te hebben. Zorg dat de kinderen genieten van de kleine dingen. Laat je kinderen met zoveel mogelijk mensen in contact komen. Dat ze eigenlijk leren van de anderen. Ik dacht, ik. Maar volgens mij jij ook wel. Ik ben daarna altijd gelukkig. Met hetgeen dat ik heb. En met mijn dochters. Het meeste. En met mijn kleinkinderen. Kan ik heel veel van genieten.